bij weer een nieuwe stream. Laat ik beginnen met de excuses. Oh, ik zag dat mijn links uit staat. Oké. Ja, afgelopen week hebben jullie gezien dat ik niet aan het streamen was. Niet op de dinsdag, niet op de donderdag. Huh? Daar gaan we op plaatsen. En niet op de zondag. De reden voor de dinsdag was... Hoe zeg je dat? De hoeveelheid motivatie die er op dat moment was, was gewoon niet. Ik had die dag echt hard gewerkt. En ik was alles aan het klaarzetten voor het streamen en in één keer... niks. Er was gewoon... niks. Ik was geen motivatie, ik was moe. Ik was die dag naar de huisarts geweest, dat mogen jullie ook best weten. Was ik naar de huisarts geweest. Niks ergens op zich, niks ergens. Alleen ik had de laatste tijd dus last van vermoeidheid. Dus daar was ik voor naar de huisarts geweest. Even nadenken. Nou, de huisarts zei toen, oké, je moet gaan bloed pikken. Nou, ik in de stress, want ik had nog nooit bloed gepikt. Ik had dus nooit bloed gepikt. Kan dat even doen? Ja, ik had dus nooit bloed gepikt. Ik moest voor het eerst gaan bloed pikken. Ik was spaans nerveus, dat naalden is niet mijn ding. Al was het wel een x aantal jaar geleden sinds de laatste prikken die ik heb gehad. Ik kijk er niet naar. Nou, dat was donderdag. Ja, ik moest... Vrijdag. Ik moest vrijdagochtend gaan bloed prikken. Ik was zondagavond dus spaans nerveus. Zo nerveus dat ik zoiets had van als ik nu ga streamen dan trip ik hem de pan uit. Dus ja. En zondag had ik helaas het ongeluk dat het OV gewoon niet mee zat. Want ik was met mijn vriend. En het OV zat niet mee. Dus ja. Maar nou, we gaan even ons even motivatie in deze wedstrijd gooien. Wedstrijd. Oh, slaan. Nou, even kijken. Ik weet even niet of ik nog een quest had. Volgens mij moest ik hier iets verzamelen. Ik weet het gewoon echt niet meer. Wacht, laat even... Oh, niet in die knop. Oké, daar moeten we heen. Oh, wacht. Wide Open World Loading en Imperial Highway. De Chanter's Board. Wacht, er staat ook een Chanter's Board. Oké. Verhelden. Schlurchurst Pass. Ik ook naar Daisy, Denerim. Dus Auskurs, Kurokari Wilds, Flemmetset, Ostagar. Wie die nu ongeveer in puin ligt, daar niet van. Redcliffe Village, Redcliffe Castle. Lake Callum, Head Dogs, Circus Tower en Frostback Mountains. Daar kwam ik, ben ik tot nu toe nog niet doorheen gekomen. Er staan van hele vervelende mensen die ik moet verslaan. Maar die slaan mij gewoon dat ik tot puin. Volgens mij is dat ook gewoon de bedoeling van hier mag je pas komen na dat je die hebt gedaan. Heel vervelend. Is hier nog iets speciaals? Hallo? Another creature ahead. Ah, ik haat spel. Nee. Ik haat spel. Alsjeblieft, nee. Nee. Fuck off. Fuck off. Ik heb steeds mijn ogen dit. Oké, als ik daar echt in de wereld had gestaan, was ik gewoon echt gillend ervoor doorgerend. Zo van, nee. Oh, god. Ah, fuck. Ah.
Nu hebben we zojuist horen krijsen als een baby. Hartverzakking. Oh. Dat kan ik niet uit de stream wissen. Ik ga de stream ook niet opnieuw doen. Oh my god. No. Ah. Rustig allemaal. Breed. Shit. Ah. Maar het zit in mijn keel. Dat is niet de bedoeling. Oh my god. Ah. In een moment hoor. Jezus. Jezus. Oké. Ik heb zo'n hekel aan spinnen. Ik ga dan denk ik een waarschuwing in de comments zetten van pas op gillende keukenmeid aan de gang. RIP headphone users. Ik weet niet of iemand oh god, dat heeft gehoord. Let's have a move on. No, just... Oké, nu wil ik dan wel een kaart. Goed zo. Oh, dat zijn quests. Of course. Lovely. You forced our hands and told me nothing. Watch out! Je moet zijn bijkomen. Fucking mercy, no, no indeed. Ik ben wel goed gelopen. Ah, oké. Dude. I can do that for you. You can. What now? Speak. Waarom word ik lachen? Gewoon als je hond kan spelen. Anyway, give me your... Oh, die had veel. Oh, dat is natuurlijk een bandietenleider. Die heeft wel veel. Next. Nope. Stay down, you idiot. Sta stil. Mooi. En blijf. What the hell? Altijd leuk begin van de stream. Je begint de stream krijzende omdat er een spin. Oké, maar dat was gewoon een hele grote spin. Don't blame me. Dat is gewoon echt een hele grote spin. Ik weet dat daar boven een paar dwergen zitten. Weet ik ook een eerder playthrough? Goed, ze stoppen terug. Kan ik alsjeblieft stoppen met gloeien? Nee, de gloei is nu alleen maar erger geworden. Yes. Yes. No. No. Nee, oké. No! Woo!
Okay, hebben we nog iets belangrijks dat ik kan gebruiken? Compare. Hebben we er wel een gecombineerd setje? Dit is rough. Dit is. Oh, dit is reinforced. Oké. Okay. Wat hebben we nu aan? We hebben nu rough. Het ziet er niet uit, maar oké. Okay. Het moet er beter. Hebben we ook een cured set? Je ziet heel licht de kleurverschil. Ik ben een krijger, dus ik heb heavy nodig. Niet dat dat er leuk uitziet, maar oké. Okay. Je ziet. Ik kan ook wel minder goed bewegen. Het is een of het ander, hè? Oh nee, dat ziet er leuk uit. Ja, alles voor een beetje bescherming. Oh, oh, hebben we het meer voor jou, jongen? Oh. Oh, nee, alsjeblieft. Laten we dat niet doen. Laten we dat totaal niet doen. Ik heb morgen liever gewoon met kleding die bij haar past. En anders hoop ik dat ik een beter robot tegenkom. Want dat was gewoon echt heel lelijk. Kijk, en de schoenen veranderen die niet. Fair enough. Eigenlijk lopen ze gewoon blote voeten. Toch? Heeft iemand nog een ketting? Iedereen heeft een ketting. Anyway, hebben we hier nog iets te doen? We kunnen wel die pest even vragen maken. We zijn er nu toch. Beetje zonde om even niet langs te gaan en te helpen, hè? Let's go! Oh! Away with your foul creatures! Leave us alone! Go away! Go fucking away. Here, hurlock, hurlock, hurlock. Beast. Hit us trouble. Kink. Yeah. Pretty timely arrival there, my friend. I'm much obliged. And glitter and sparkle. That's how obliged we. I want to try to save you, trust me. Welcome. Name's Bodan Fedek, merchant and entrepreneur. This here is my son, Samuel. Say hello, my boy. Hello. Ik vind het nog heel raar hoe kinderen bij het dwerg zitten. Dat is als een kind, maar is even groot als een vader. Ja, misschien net iets groter. Maar hij heeft nog echt een brein van een kind. Dat is eigenlijk zo raar om te zien bij de dwergen. That's my danger. Might have asked you what you brings you here. Perhaps we're going the same way. It's a bit complicated, but you're welcome to come along. Complicated? Somehow I imagine that only says a half of it. Thank you for the offer, but there may be more excitement on your path.
than is good for my boy and me. Allow me to bid you farewell and good fortune. Goodbye. Now then, let's get this mess cleaned up, shall we? Okay. I'm blood mage. Okay. Ik zag volgens mij eerst helemaal geen blood mage. Of die blood mage ging eerder neer dan dat wij er waren, maar oké. Neem het spul mee. Doei! Dat was een gift voor iemand. Ik ga even kijken of ik iemand die gift kan geven. Want ik wil natuurlijk wel met iedereen goed in het krijt staan. Oké, wat hebben we hier? Golden Sight. Black. Mordecai, dat is iets voor jou. Fine gift. You have my thanks. Small car statue. Dat zou de hele wel leuk vinden. How dear of you. Thank you so much. Waarom ken ik ze tot zo goed? Weet ik, karakter. Totaal karakter. Oh, wat nu? We done heard what was said. You're a warden. I don't know if you killed King Kaelin, and make her forgive me, I don't care. But that bounty on your head could feed a lot of... Oh, God, a bit. Attack! Dear me, what's all the fuss? Jezus! Morgan, what did you do? Ah, doesn't matter. Attack! Min 1, min 2, min 1, min 2. Oh, ik ben net eentje omhoog. Oh god, er zijn er twee. Ik ga dit niet opruimen. What do you wish of me? Oké, dit is toch weer bij de pers. Oh. Oh, Jack. Oh. Kunt u dit stel niet buiten, Grey Mess? Clean me! Jee! Yeah. Oh, hij heeft ook gelijk iedereen schoongemaakt. Ik ben een puis. Nu is hij een demistie. Kubische boy. Dat is een... Oh. Laat me hem wel even aaien. Je is een brave hond. Wie is een brave oorlogshondje? Wie is een bloeddorstige hondje? Dat wil ik hem benaderen. Allow me. I could do that for you. Eliana! Your turn. Just Turbo. Wanted. Ik dacht eerst dat hij altijd de mensen opvreten, maar dat doet hij dus niet. Oké. Kan ik hier gaan binnen of... Nee. Yes. I would like to talk. Well, here I am. This vision of yours. I knew this would come up sooner or later. I don't know how to explain. Explain, just explain. But I had a dream. In it, there was an impenetrable darkness. It was so dense, so real. And there was a noise, a terrible, ungodly noise. Ew. I stood on a peak and watched as the darkness consumed everything. And when the storm swallowed the last of the sun's light, I fell, and the darkness drew me in. Okay. And Dune? I went to the Chantry's gardens, as I always do. But that day, the rosebush in the corner had flowered. Everyone knew that bush was dead. It was grey and twisted and gnarled, the ugliest thing you ever saw. But there it was, a single beautiful rose. Okay. It was as though the maker stretched out his hand to say, even in the midst of this darkness, there is hope and beauty. Have faith. Did you hear voices? No, not voices. It's not so simple. He spoke directly to my soul, in a language no human tongue can express. Okay, that is eight. There are so many good things in the Maker's world. How can I sit by while the blight devours everything?
is still here. I hear him in the wind and the waves. I feel him in the sunlight that warms my skin. Dat is best gisteren dat de make overal. Spreek je dat ze dan in de make zitten? What I feel in my heart? Or what others tell me? Now what the change says about the make and what should I believe? What I feel in my heart or what others tell me? I believe what feels right to you, Liliana. Thank you. It's nice to find someone who agrees. I know what I know. And no one will ever make that untrue. Good so. Oh wow. Okay, gewoon makkelijk met ze praten en up. What do you wish of me? I would like to ask you something. If you must. Yeah? How did you become a shape changer? I was not born such. 'Tis a skill of Flemeth's, taught over many years in the wilds. The chastened have tales of we witches, saying that we assume the forms of creatures to watch them from hiding. When a child is alone and separate from his tribe, that is when we strike, dragging the young boy kicking and screaming to our lair to be devoured. A most amusing legend. A legende. Changing her form, certainly. Devouring lost children, I cannot say. She has not done it in my experience, though in truth my lifespan is but a fraction of her own. Why do you ask? Is there something specific you wish to know? You're changing into human form as well? I've never heard of much like that before. No? 'Tis not unheard of in the remote corners of the world. There are traditions of magic outside of the circle of magi, despite what those mages would have you believe. Some of these traditions are old, indeed, passed down as carefully guarded lore from one generation to the next. Ooh. The zealots of the Chantry would uproot all such practitioners if they could. But as luck have it, some still exist. My mother is such a one. Huh? See, to play from danger, isn't that sort of magic of the abuse? I am surprised you think so. Still, it is a pleasant thing to hear. Yes! Can I change into... There were nights when the wilds called to me, 'tis true. You look upon the world around you and you think you know it well. I have smelled it as a wolf, listened as a cat, proud shadows that you never dreamed existed. Dat is griezelig. My life is as a human. I am under no illusions to the contrary. What do you think? What do others think of? They do not shy away from me. To their senses, I believe I seem like any other of their species. As to what they think, I truly cannot say. Just as I am still human, no matter my form, they are still animals. Thus they cannot speak, even were I to ask. That's all I wanted to ask. Indeed. Have you an opinion on my abilities, then? Am I an unnatural abomination? Nee. At least, I think I made a... A most practical opinion. Far more so than any ik ga niet zeggen dat het slecht is, maar ik heb een comment in of such talk, let us proceed, lest the dust gather on us. Hey, oh, we hebben 6 plus. Thank you, waar zijn al die lichamen? Ze zijn tot stof geslagen als alleen nog deze hoopje potten. Ik hoop niet dat de mensen van het dorp erg boos zijn dat ik zojuist een strenge man heb afgeslacht. Nee, toch? The carnage we left in the wilds was horrifying. Baby! Ik heb Darkspawn gezien, die zijn net wat erger. I've got a cousin in the Templars. He says the mages in the tower held on like Kalanos. Oké, ze weten dus dat ik... Kreeg waar je ben. Dat is niet zo goed. Petra! I don't want any trouble. Please, don't hurt me. Hola! Is that poison? Or you here to see my stock? Even wat spullen verkopen.
dubbele dingen om dat dan te verkopen. Als ik die heb. Ik vroeg me af wat te veel, dus is mijn flesje water. Hartverzakking. Ik zit onder de bedrading van mijn laptop oplader en mijn headset. Yep. Wat hebben we hier nog iets? Die kunnen we verkopen. Even kijken. Slot. Dat is ook gewoon. Ja, het zijn waarschijnlijk allemaal dingen die ik heel goed kan gebruiken, maar ik heb zoiets van. Wat is dit dan? The pendant of it is broken. The bottom cleaved away by some great blaze. Crash into the back and a description reads. They will never see me coming. Oh, the duur hostility. Oké, die is wel interessant. Vandaar dat het ook zo duur is. Oké, die is goed. Heb ik genoeg geld om... Ja, ik heb wel genoeg geld. Deze chain... Wacht, heavy chainmail. Heavy chainmail is op zich beter. Maar als ik normale chainmail, dan is het maar met 10 minder. Maar scheelt het wel op kant de helft van wat vet Q die ik nu heb. Chainmail toch? Normaal chainmail, oké. Dat is duur. Even kijken. Die kan ik nog steeds niet kopen. Ik heb meer geld nodig. Nog steeds niet geld. Chainmail, die heb ik. Chainmail gloves. Heb ik nog een chainmail hoedje? Oké. Nou, maar we hebben een klein deel ervan. You freed that creature from its cage. Do you honestly think we need more killers on the loose? Maar verder dat hij verder boven op de toren zo met de vingers staat te zwaaien. I just play what the innkeep asks. We need his coin to travel north. Please, I must continue playing, else I earn no coin tonight. Dan moet je ook eens naar me kijken alsof ik iets fout heb gedaan. Nou ja, ik heb veel fout gedaan. I'm trying to listen to the bard's song. Can we speak when they're done? I am trying to listen to the bard's song. Can we speak once they finish? We were lucky. We had the coin to pay the toll to those bandits. Many didn't. Wacht even. As I live and breathe, you're the Grey Warden, everyone. Niet zo hard, joh. Is there anything I can do? I represent the Blackstone Irregulars. We're a mercenary company that fell on hard times after the war with Orlais. I'm sure you know that times are getting worse every yep. day. With your help, the Irregulars could be of use to Ferelden once more. What, should I help you? The Blackstone Irregulars fought alongside the King's army against Orlais. We've helped nobles defend their land and given our service to people in need for generations. Our current captain, Railnor, is an honorable man who sees that we can do some good in Ferelden once more. He is so confident in our mission that he trusted the Grey Wardens would support us. Okay. Our leaders thought you might be willing to help. Each of our posts in Ferelden will contain letters addressed to you. Unlike most who work with us, you're getting letters straight from Railnor and Tauran, our leaders. Mm-hmm. I hope this tells you how highly the Irregulars regard the Grey Warden. Nee, ik weet niet hoe goed ze vertrouwen zijn, maar ik neem wel een kijkje. Thank you. When you've completed a mission, just return to me or any of our members stationed at an Irregulars post. We'll make sure your efforts are rewarded. May his blessings light your path.
Thank you, my friend. May the maker light your path too. You're gonna make more trouble? We've about all we can stand in Lothering now. Sorry. They had it coming, and they were trouble enough themselves. So long as you don't start more, I won't get excited. Right then, name's Denial. Sorry I can't chat much. As you see, we've a full house. In a momento, even kijken. Don't suppose you have any rooms? Look around. People are sleeping on the floors and in the attic. That's how many rooms I don't have. Have you heard of any rumors? I hear tell they held a funeral in Denerim for King Caelan. The Grand Cleric called for a full day of mourning and there was a procession a mile long passing by the brazier. It's too bad they don't have a body to properly burn. What happened to him at the hands of those creatures, it's unthinkable. Anything else I can get you? Oh, mijn batterij doet van Xbox vervelend. Nee, blijf aan. Blijf aan. Dammit. Heard of any other rumors? Some folks aren't happy about Tyrion Loghain being named regent. There are rumors he had something to do with the king's death. Isn't that the most ridiculous thing you ever heard? The Darkspawn killed him, sure enough. If Tyrion Loghain couldn't save the king from that end, then nobody could. Anything else I can get you? Durst. Anything else I can hurt you? Ooh, I just met a foot exactly. Tyrion Loghain marched by. He left those fellas behind to look for Grey Wardens. I suppose that's you. Shh. You will have to give that to yourself, please. I have no qualm with you, whatever the Tyrion says. My grandfather served. Your secret's safe with me. Thanks, the Maker. What can I get you then? Wat uit dat gigantische wijnglas hebben, maar schijnbaar mag het niet. Oeh, loot! Sorry. I'll have no fighting in my kitchen. Out with you. Nope. I want to go. Mother says we have to run before the bad men get here. I finished. I'll have no fighting in my kitchen. Out with you. Alright, I'm already going out, woman. Let's not play for dark. Laat even niet voor ons spelen. Er is nog één gigantische kist daar. Oh, het is de Irregular Box van die gasten. Alright, there's a number of people who pledge to aid Blackstone regulars in time of need. Those times are now. Here you will find three letters of conscription. Deliver them to the people listed below and return to irregulars for your payment. Should any of these people refuse, do what you must to get them to honor their oaths. General Grimson, Redcliffe, Peter Grinch, Lodring, and farewell Burim, Dandrim, your friend Dorian. Ah, dat klinkt zo moeilijk. valuable supply is crucial to the irregular's future as a supplier of material service. Deal with these waste of space as you see fit. And thank you.
Sorry, ik moest even mijn geluid uitzetten. Want mijn zusje kwam mijn kamer in om te vragen voor een riem. Ik heb geen idee wat ik met haar riem moet. Hoi. Hebben jullie Ludwig nog iets te doen? Wacht. Dado. Zie je bedoel over. Ik heb helemaal verzin mochten, want ik weet wat er met deze stad gebeurt als ik hier wegga. Dan kan ik. Dan kom ik nooit meer terug. Dreigend zeggende. Righteousness is full of hardship, but the maker smiles upon its travelers. Smile upon the travelers. Ik moet met die gast praten. Ik heb gelijk een leuk achievement. Oké. Hi, je hebt lekker het mijn krijsmoment aan het begin van de stream gemist. Ik was spin aan het verslaan. Ze lagen allemaal dood. Dus ik, ik allemaal loot. Ik draai me om mijn beeldscherm. Daar ligt daar nog één dode spin. Ik krijs ze. Ja, hier. Spinnen. Maar ik krijs ze. Oh god. Als ik de stream ga uploaden, zou ik wel even kijken waar dat stukje is. En dat stukje er wel toe. Het is alleen af te raden dat stukje te beluisteren met een headset op. Dat eindigt niet goed. Yep. Rip. Hoe was jouw dag? Mijn dag in Dragon Age. Spinnen. Kruismoment. Mensen die mij niet mogen. Mensen die me willen afslachten. Mensen die de bounty in mijn hoofd willen hebben. Clipje van maken voor... Van de VOD. Dutch. Nederlands. Geen afkortingen. Ik ben er nog niet zo goed in afkortingen. Ja, goed, lekker rustig. Om zo lekker een en ander gedaan. En net terug van sporten. En volgens mij komt mijn zusje weer. In het moment dat ik zet mijn commentaar heel even uit. Wacht, komt ze naar mijn kamer toe? Nee, ze komt hier naar mijn kamer toe. Het zal wel. Het is wel vast 10 tot 2 weken na het uitzenden, ja. Ik heb tot nu toe volgens mij weinig echt funny moments gehad. Want dit zijn meer games met storyline. Dus echt veel funny moments heb je niet. Op dit momentje na. Maar ik denk dat ik ze ga proberen te bewaren. En op een gegeven moment ga ik ze allemaal achter elkaar plakken. Gewoon een bullshittery. Ik moet een ander woord voor bullshittery. Ik moet een beetje als Aquia klinken. Bullaria. Nee, iets van bullshit. Blue shit. Hoe kijk dan blue shit? Want aqua is afgeleid uit aqua. Aqua is weer een kleur. Aqua is een blauwe kleur. Blue shit! Ik heb geen inspiratie meer. Sadly not. Liliana. Blue shit. Serieus, Liliana. Blue shit. If you must. Please. We came here to get away from the fighting. Hoe klinkt blue shit? Ik vind het wel te hebben. There'll just be more bandits as soon as you leave. You let out that creature, they lock.